Nou, de halo zorgt eigenlijk voor de bescherming van de van de van de rijder. Uh, er is zelfs zo'n gewicht op dat er twee uh, Engelse dubbeldekkers op kunnen staan. En zeker omdat hij door de vangrail is gegaan, had, normaal, had zijn hoofd normaal de vangrail geraakt. En had hij het met die impact en die snelheid niet overleefd. Veel mensen waren het natuurlijk niet eens omdat het esthetisch gewoon niet mooi uitziet. Je kunt de helm van de coureur niet meer zien. Uh, er waren veel tegenstanders. Romain Grosjean was één van die tegenstanders. Uh, maar dat uh, is nu denk ik, bij iedereen wel voorbij, die discussie. Verstappen zei het ook. Hè? Ik uh, was uh, tegenstander uh, toen hij kwam. Maar nu is hij eigenlijk weer weg meer terug. Gelukkig maar, toch? Ja, zeker weten. Uh, het verbaast me nog dat hij eigenlijk alleen maar een paar brandwonden heeft. Dat is met dank aan de overal, kun je zeggen. Waar moet zijn overal nou allemaal aan voldoen? Ja en overal, uh, vroeger moesten ze echt drielagig Nomex zijn, toen waren ze ook heel zwaar en, uh, en tegenwoordig worden die overal wel lichter, want je wil ook het draagcomfort hebben als, uh, als rijder. Maar je moet natuurlijk wel speciaal Nomex materiaal hebben, dat is brandwerend materiaal en dat zorgt ervoor dat je eigenlijk die twee minuten in principe in een vuurzee moet kunnen zitten zonder dat je je echt gaat verbranden. Dat is behoorlijk lang? Ja, dat is eigenlijk waar ze in waar ze de basis op testen, dat, dat de vuur je, ja, het, het, het vuur tegenhoudt. Uh, uiteindelijk, ja, je kunt niet uh, 10 minuten in een vuur zee, dan gaat ze overal uh, ook gewoon op een gegeven moment eraan. Vuur maakt alles kapot, maar het vertraagt wel. En het zorgt inderdaad voor minder uh, brandwonden. Nou ja, handschoenen zijn natuurlijk één belangrijk voor de rijder: dat je een goede grip hebt op het, uh, op het stuur. Maar zijn ook weer gemaakt van het, uh, hetzelfde materiaal van NOMAX. Zorgen altijd dat ze ook lang genoeg zijn: dat ze over de overal gaan. Dat er niet zeg maar een open stuk op je pols is, waardoor je ja, nog alsnog brandwonden kunt uh, oplopen. En ook in deze handschoenen hebben we een keuring. Zitten, die de FIA geeft. Alleen als die keuring erin zit dan is de handschoen ook goedgekeurd en mag je er ook mee racen. Maar is het niet uiteindelijk ook gewoon een hele grote opluchting wat zich vertrokken heeft gisteren? Ja absoluut. Uh, ik ben heel, ik was ook heel blij en ik iedereen heel blij om Romain zeg maar zo uit de auto te zien en gewoon naast de auto te zien zitten en gewoon uh, te ademen. Want wat ik al zei, dit was een ongeluk. Eigenlijk een, een dodelijk ongeval wat we gezien hebben. Waar iemand het toch wonder boven wonder overleefd heeft.